Attentie, attentie. Hier volgt een EO-dienstmededeling. Al de in dit nummer voorkomende vunzige taal, zeker uitspraken of personen, berusten niet op historische of waar gebeurde feiten. Mocht u hier onverhoopt aanstoot aannemen, dan... Ja, Jezus Christus, dan weet ik het ook niet meer. In een sauna, weet je wel, zo'n lekker ding zo, waar je bloot in moet en zo, wat heet is en zo. Komt daar in één keer zo'n paashaas naar binnen, weet je wel, met van die grote oren, weet je. Hij legt zijn poten open en zegt tegen mij: wat heb jij een mooie strik om je eitjes? Ik zeg: wat? Hij zegt: wat heb jij een mooie strik om je eitjes? Ik zeg: ik heb helemaal geen strik om mijn eitjes, man. Kijk naar je eigen eieren. Hij zegt: ah, wil jij mijn eitjes zien? Ah, wil jij mijn eitjes zien? Ik zeg: ik hoef die eieren van jou helemaal niet te zien, man. Ik vind me dan niet goed van dat beest, zeg, man. Ik denk: oprot hier. Ik loop naar buiten. Ik zie die keer mijn stater staan. Ik denk: hahaha. Ze smelten de paashaas. Ja, want je smoelhouwe, vuilgoor uit de baarmoeder geslingerd kuttekind. Als jij die tyfusbuik nog één keer optrekt, knip ik je scrotum af. En stel niet van die domme vragen, ja? Ze smelten de paashaas. Ze smelten de paashaas. Ze smelten de paashaas. Even lekker naar de vetbak, weet je, bolletje eten. Ik sta er zo in de rij, weet je wel, en ik voel het op mijn rug. Ik draai me om, ik denk: nee, 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 het is de paashaas! Oh jee, oh nee, niet hij weer. Hij zegt tegen mij, hij zegt: ah, wil jij mijn eitjes zien? Ja, ik wil je eitjes wel zien! Kom hier met die ballen! Ik trek zijn scrotum eraf en zijn eieren vallen over de grond. Het ging van... Ik roep: ik ben je moe, kut beest. Ik pak hem bij zijn oren en ik slinger hem richting in die vetpot, weet je. Zo, opgeruimd staat netjes. Ze smelten de paashaas.